Het is vrijdag 16 januari. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Trambestuurder die op andere tram botste in Rotterdam-Zuid wordt vervolgd. Vrienden van Timo vragen aandacht voor zijn mishandeling 3 weken geleden. En de muur van Henry Moore is terug aan het Wena. En dan het weer voor morgen. Dat ziet er nog best aardig uit. Hier is Ed Aldus. Zaterdag begint de dag met geregeld zon. In de ochtend blijft het erbij ook wel droog. Maar in de middag neemt de kans op een bui toe vanuit het westen. Temperaturen komen uit op zo'n 6 à 7 graden. Er staat eerst weinig wind. In de middag een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Nou, zometeen kom ik graag bij u terug. En dan natuurlijk met de vooruitzichten voor de komende dagen. De 57-jarige trambestuurder die vorig jaar maart een ongeluk veroorzaakte in Rotterdam-Zuid moet voor de rechter komen. De RETR heeft volgens het Openbaar Ministerie gevaarlijk gereden en te weinig afstand gehouden. Daardoor botsten 3 trams op elkaar en raakten 31 mensen gewond. 2 trams stonden op 10 maart vorig jaar te wachten op de randweg toen de 3e tram erachterop botste. Het onderzoek is gebleken dat de tram ongeveer 25 km per uur reed. Voor trams geldt geen maximumsnelheid, maar de bestuurder wordt ten laste gelegd dat hij gevaarlijk gereden heeft. Hij reed met zijn tram op een te korte afstand van de tram voor hem en is daardoor niet op tijd tot stilstand gekomen toen hij remde en daardoor op zijn voorganger geknald. En dat heeft behoorlijk wat impact gehad, want de mensen die erbij waren die verklaren dat de mensen door de tram heen vlogen. En er zijn meer dan 30 mensen die toch een vorm van letsel hebben opgelopen. 2 van de gewonden liepen ernstig letsel op. Het tramverkeer was lange tijd gestremd. Wat kan die meneer nou, die trambestuurder, nou maximaal voor straf krijgen? Het gaat hier om een overtreding. Een overtreding in de zin van het veroorzaken van gevaar op de weg. Daar zijn verschillende straffen voor mogelijk. Het kan gaan om een geldboete, het kan gaan om ontzegging van de rijbevoegdheid, of het kan gaan om een hechtenis of een werkstraf. Soms wordt een combinatie van die straffen opgelegd. De trambestuurder heeft na het ongeluk een andere functie gekregen. Volgens de RET is dat in goed overleg gebeurd. De schade van de reizigers is door de verzekering van de RET betaald. De politie is in Rotterdam-IJsselmonde nog steeds druk bezig met het onderzoek naar de moord op 2 mannen in een pand aan de Bovenstraat. De straat is nog steeds afgesloten en rechercheurs zijn bezig met sporenonderzoek. De politie zegt nog niet te weten wie de 2 mannen zijn die gisteren dood zijn gevonden. Het zijn in ieder geval niet de huurders van het pand, zo laat de eigenaresse van het gebouw weten. Volgens buurtbewoners is een arrestatieteam gisteravond nog dit pand aan de Benedenstraat binnengevallen. En de inval zou onderdeel uitmaken van het onderzoek naar de dubbele moord. Het gaat waarschijnlijk om een liquidatie in het criminele circuit. Het had voor de 23-jarige Timo uit Rotterdam een gezellige avond moeten worden op eerste kerstdag. Maar het liep heel anders. In de Witte de Witstraat in Rotterdam werd hij zwaar mishandeld. Zo zwaar zelfs dat hij 2 weken in coma is gehouden en het is niet zeker of hij nog herstelt. Politie en vrienden van Timo vragen intussen aandacht voor de zaak. Recherche en vrienden van Timo liepen gisteravond over de Witte de Witstraat om flyers uit te delen. Want 3 weken na de mishandeling is nog steeds niet bekend wie er verantwoordelijk voor is. Een stuk van zijn schedel ligt in zijn buik te wachten totdat er weer opgezet mag worden. Omdat de druk in zijn hoofd zo groot was dat dat nodig was om hem op die manier te opereren. En hij is gewoon een baby geworden. Een 23-jarige zoon die baby wordt. Het slachtoffer heeft ernstige verwondingen en lag ruim 2 weken in coma. Behalve de recherche en vrienden van Timo waren ook zijn ouders aanwezig op de Witte de Witstraat. Sinds vorige week donderdag is hij wakker verklaard. En vanaf dat moment zien we een gestage opbouw bij hem in zijn manier van reageren. En we zijn op dit moment ongelooflijk gelukkig met de vooruitgang die we te zien hebben. De politie doet er alles aan om de dader of daders te vinden. Zo is er een rechercheteam van 10 man op de zaak gezet. De precieze details over de inhoud van het onderzoek die kan ik nu niet meedelen. Wat we wel kunnen zeggen is dat we er heel hard aan werken en dat ons alles eraan gelegen is om deze zaak tot een goed einde te brengen. Dat absoluut, ja. Het is eigenlijk ons moment vanavond. We vinden het overigens doodeng hoor. Maar om gewoon hier voor Timo te zijn en gewoon ons gezicht te laten zien en onze stem te laten horen. En vooral de acties van de vrienden hier neer te zetten. Van de politie. En van de politie, waar we onze pet voor afnemen op dit moment.
En ons opsporingsprogramma Bureau Rijnmond besteedt volgende week donderdag ook aandacht aan deze zaak. En straks, hoe verplaats je een kunstwerk van 180 ton? Verslaggever Victor Postuma die vertelt ons er alles over. Ja, Mirjam, 18 meter bij 7 meter is die enorme kunstzinnige muur hier achter mij. Vanmiddag hebben de mannen hem 150 meter verplaatst, voetje voor voetje. Echt een huzarenstukje. Als je denkt dat jij en ik wel eens problemen hebben met inparkeren, nou, bekijk dit maar eens. Straks hoor je hoe ze dat hebben gedaan. Ik nooit hoor. Dankjewel, Fik. Tot zo. Geen halfpipe, maar een heuse downhill skatebaan. De eerste van Europa. Vanmorgen werd hij geopend op het tunneldak van Metro Schiedam Centrum. Het parcours loopt schuin naar beneden. En dat bevalt goed bij de eerste enthousiaste skaters. Die vanmorgen vanuit het hele land naar Schiedam kwamen. Ja, je leert op snelheid skaten. Dat is meer controle met je tricks en zo. Dus de combinatie dat het naar beneden loopt en dat het eigenlijk hele basiselementen erin heeft, dat is wel heel uniek. Ik vind best blaak niet zo chill omdat het metaal is. En als er een paar drops op komen, wordt het gelijk helemaal glad. De ware skater komt de baan in Schiedam als geroepen. Het skatepark aan de Westblaak in Rotterdam is tot september gesloten. Wegens renovatie. Als kind ging ik met de trein naar Groningen om naar een bepaald skatepark te gaan. En dat zullen we hier ook meemaken. Mensen komen van overal vandaan om naar zo'n skatepark te kijken. En, ja, en als het een goed skatepark is en hij bevalt, dan blijven die mensen terugkomen. Continu worden de kettingen op het parcours in Schiedam doorgezaagd. Daarmee is het skatepark open. En de eerste gebruikers zijn enthousiast over een skatepark op een hellingbaan. It's the same kind of dangerous as always, but it's new, so it's maybe for more people, so it might be more dangerous. But if you get used to it, it might be okay. Ik skate denk ik al zo'n 15 jaar. En ik ben op een heleboel plekken geweest ook, in Europa. En ik denk dat dit een van de leukere parks is. Echt hè? Jongen, maar nog niet oud genoeg om hier geen gebruik meer van te maken. Dus ook ik ga hier gewoon lekker nog skaten, denk ik. Zondag gaat de Eredivisie weer verder voor Feyenoord. En Dennis van Eersel, het is gelijk met een topduel tegen FC Twente. Wat is het laatste nieuws in aanloop naar die wedstrijd in de Kuip? Dat Fred Rutte een vrijwel fitte spelersgroep tot zijn beschikking heeft. De reserve linksback Lucas Wouwenberg heeft last van knieklachten. Hij is er dus sowieso niet bij. Ja, het grootste gemis is toch dat de aanvaller Elvis Manu zelfs weken aan de kant staat. 6 om precies te zijn. Vanmorgen is hij geopereerd aan zijn lies in het Erasmus Medisch Centrum. En hij mist dus niet alleen dat belangrijke duel met Twente waar jij aan refereert. Maar ook de klassieker tegen Ajax en het tweekamp met AS Roma in de Europa League. Onder andere al die wedstrijden gaan aan hem voorbij. Ja, dat is eigenlijk wel vervelend voor hemzelf. Hij zat toch een goede race in zijn ontwikkeling. Wat hij aan het doen was. En voor ons is het natuurlijk ook een aderlating. Alleen ja, ik hou me nooit zo bezig met spelers die er niet bij zijn. Het gaat volgens mij altijd om de spelers die er wel bij zijn. Daar ga ik ook nooit om zeuren. Elvis Manu, hier op archiefbeeld, is pas in maart weer inzetbaar. Feyenoord zou best een aanvallende versterking kunnen gebruiken dus. En de naam van spits Mike Havenaar valt veelvuldig. Hij is transfervrij en Rutte werkte eerder bij Vitesse al met hem samen. Ja, ik ken Mike goed en ik ken zijn kwaliteiten. En als het zich voort zou kunnen doen, dan zou ik wel weer met Mike willen en kunnen werken, ja. De wedstrijd tussen Feyenoord en Twente is zondag natuurlijk te volgen op Radio Rijnmond. Aansluitend zijn we ook bij Heracles tegen Excelsior. Rick Kruis is trouwens een vraagteken bij de Kralingers in die wedstrijd. Ook AZ Dordrecht volgen we morgenavond op Radio Rijnmond. En vanavond Den Bosch Sparta via een livestream op Rijnmond.nl. Dankjewel Dennis van Eersel. En zometeen is FC Rijnmond er weer met Etienne Verhoef. Etienne, zometeen schuift Mikos Gauka van het AD aan. Nou, dan zal het wel over Tony Verlena gaan. Nou, is veel om te doen, hè. Wat gaat Verlena doen? Gaat hij weg? Mag hij blijven? Rutte, vandaag is een persconferentie er ook over gesproken. Ja, Mikos is volgens mij wel een warm voorstander van Verlena. Jan Dirk wat minder volgens mij. Dus die twee mannen gaan er zometeen maar eens met elkaar over praten. We spreken ook stadionperikelen bij Feyenoord. We gaan eens praten over de hervatting van de competitie bij Sparta met een nieuwe trainer. Kortom, er is genoeg te bespreken over 10 minuten in FC Rijnmond. En het wordt ook nog gezellig. Nou, prima. Nou,
Tot 2010 was het een bekende verschijning in Rotterdam. De muur van Henry Moore. Deze muur was te zien aan het Wena bij het bouwcentrum. Maar omdat de boel daar op de schop ging, is de muur losgebikt en opgeslagen. En vandaag werd hij teruggezet. Bij de muur staat verslaggever Victor Postuma. En Victor, staat hij nou al op zijn plek? Nou Mirjam, je kan het zien achter me, daar staat hij inderdaad. Maar eerst is natuurlijk de vraag, hoe hebben ze dit allemaal gefixt? Ik vraag het aan Johan Ouwehand, hij is de projectleider. Meneer Ouwehand, even terug een paar jaar geleden. Hoe heeft u die muur toen eigenlijk verplaatst? Nou, toen is die tijdens de sloop eigenlijk op dezelfde manier toen weggereden uit het oude gebouw. En hij is vandaag weer teruggereden in het nieuwe gebouw. Althans in wording, wat door Bouwcombinatie First nu wordt gemaakt. Op wieltjes, hè? Op wieltjes. Samengepakt in pakketjes van wieltjes, dat noemen we SPMT's. En die zijn aan beide kanten van het relief aangebracht. En met behulp van het frame wat daar bovenop staat, is het geheel hier naartoe getransporteerd. Ja. Maar nou even naar vandaag. Ik heb u en uw mannen bezig gezien. Toen dacht ik, goh, dit is toch wel echt millimeterwerk. Want er stonden soms ook wat paaltjes in de weg. Het was echt af en toe krap. Hoe heeft u dat nou gefixt? Ja, dit is van tevoren goed bekeken uiteraard. Wordt digitaal allemaal gepast en gemeten. In de werkelijkheid blijkt het dan soms net even anders te zijn. Het werd dus ook echt passende meten. Het heeft iets langer geduurd als verwacht. Maar het resultaat is er ook naar. Dus dat vinden we eigenlijk prima. Ja, en nou staat hij hier, maar daarmee is het verhaal nog niet klaar, hè? Nee, hij moet nu nog op zijn echte definitieve plek komen. Dat betekent dat de karretjes verdwijnen. Hij wordt neergelaten op een sleekconstructie en dan wordt hij echt op zijn juiste plek neergezet en gesitueerd. En dan wordt hij verbonden, vastgegoten aan de begane grond. Goed, een stukje ouderwetse kunst dus in een nieuw gebouw. Ja, Mirjam, wat vind je daar eigenlijk van? Vind je hem mooi? Ja, ik ben er behoorlijk aan toe hoor, Fik. Ik hou er wel van. Nou goed zo, je kunt hem na vandaag dus weer komen bewonderen. En alles loopt hier letterlijk en figuurlijk op rolletjes. En deze uitzending ook, maar die is dus nu wel afgelopen. Meer nieuws kunt u vinden op Rijnmond.nl, onze website. En nog een fijne dag verder.